Ik ben Pieter de Vos, 35 jaar. Ik ben getrouwd met Caroline en we hebben twee kinderen, Lisa en Vic. Ik ben professioneel jumpingruider en ik draai toch al enkele jaren mee aan de wereldtop. Met kers op de taart dit jaar de bronzen medaille op de Olympische Spelen in Tokio. Ik en mijn broer hadden allebei een kleine pony. En als we tijd hadden, gingen we met die twee ponies samen het veld in en crossen om te snelsten en plezier maken. En dat is wat mij het meeste bijblijft. Bij mij is dat begonnen toch als ik 11, 12 jaar was, deden we toch volop al mee aan competities. En dan eigenlijk denk ik mijn eerste internationale competities bij de ponies was als ik 14 jaar was, 14, 15 jaar schat ik. Ook in de Belgische ploeg altijd gereden vanaf de jeugdreeks. En mijn droom was eigenlijk altijd van als ik klein was om ooit Olympische Spelen te rijden. Er is eigenlijk heel veel nodig om dat absolute topsport te kunnen doen. Heb je daarachter liggend heel veel nodig. Je kan eigenlijk vergelijken met Formule 1. We zien de auto's rijden, maar er is een heel team, een heel groot budget achter nodig om dat te kunnen doen. Ik ben zelf, als ik dat mag zeggen, heel fier de manier hoe dat wij dat bereikt hebben. Ik zeg het nog eens, we hebben zelf nooit grote sponsors. Ik heb nooit sponsors achter mij gehad die zeggen van hier, voilà, hier is 5 miljoen euro, ga je maar 2 paarden kopen of 3 paarden kopen en rij maar de sport. Nee, we hebben altijd vanuit de basis zelf paarden gefokt, zelf jonge paarden gekocht, opgeleid tot het hoogste niveau. En zo zijn we stap voor stap ben ik aan de top gekomen. Echte toppaarden zijn heel intelligent en die voelen echt aan. Die voelen ons aan als ruiter. We hebben zo'n band opgebouwd samen om tot zulke topprestaties te komen. Dat is ook de kunst van paardensport. Dat is ook het mooie aan paardensport, dat je dat samen kunt bereiken. Samen met je paard word je eigenlijk één. Het mooie aan onze sport, het mooie aan paardensport, om die topprestaties te leveren. En dat je dan het gevoel krijgt dat dat paard echt voor u door een vuur gaat. Zonder dat je dat vraagt, maar die doen dat gewoon. Omdat die gewoon, ja, die zijn, je wordt daar zo, komt daar zo close mee eigenlijk. Dat die voor u echt alles willen doen. Mijn absolute toppaard op het moment is Claire, waarmee ik de bronzen medaille gehaald heb in Tokio. Mm-hmm. Het is voor mij best een hobbelig parcours geweest naar de Spelen toe, mentaal. Mijn paard heeft echt daar, voor mijn gevoel, het is een heel, heel speciaal paard, een heel moeilijk paard, een heel speciaal karakter. Dus ik heb daar echt uren op gezeten om die toch ergens, om daar toch ergens vat op te krijgen zonder ze te dwingen. Maar om daar toch ergens een gevoel bij te krijgen dat zij mij echt vertrouwde. En ik denk echt, die uren en die jaren dat ik daar, die een tijd dat ik in haar gestoken heb, op de Olympische Spelen, heb ik echt voor mijn gevoel, daar heeft zij dat allemaal teruggegeven aan mij. Want daar was een druk zo extreem hoog, eigenlijk niet te beschrijven, voor ons als combinatie. En op dat moment heb ik gewoon de avond voor gezegd, ja oké, okay, ik heb in haar ogen gekeken, bij wijze van spreken, dat klinkt misschien romantisch, maar dat is echt zo. En van oké, okay, wij kunnen dat hier, hè? We gaan dat regelen. Wil je dat alsjeblieft voor mij doen? En zij heeft dan die nulronde voor mij gesprongen en we hebben die bronzen medaille gehaald. En dat is voor mij echt gewoon, daar heb ik echt gevoeld van ja, ik heb daar echt zoveel jaren tijd in gestoken, maar hier geeft ze mij alles terug. Het was een fantastisch moment.